Weet je wat ik ook heb gehoord? Ja? Dat daar iets verderop een museumpje moet zitten. En het kleinste van Nederland. Dat heeft het naam van het kleinste museum van Nederland. Er hingen wat foto's. Die kunnen we even kijken of er nog wat hangt. Ik ben er al een hele tijd niet geweest. Hij wil graag in de Guinness Book of Records komen. En de s'avonds en de bar in het Dirkhuis en een borreltje erbij. En daar komen de meeste ideeën naar voren. We zouden het kleinste museum van Nederland gaan maken. Met 2 verdiepingen. Parketvloer gesponsord door Tekens, een vierkante meter. Ja. En dan zaten ze de geschiedenis in van het ontstaan van de Tolbrug. Tegen de wand dan. Nou, dat hebben we een jaar stand gehouden. En nou zeg, alleen wist dat hij moest staan, dus een parkeerplaats hebben voor zijn fiets. Een fiets doet het nooit. Was dat? De klokgeluid. Want vroeger was je deur altijd lopen. En dan ging zo'n handmatige klokgeluid. Ja. Oké. Ik zat wel zo te kijken, wat bedoel je nou? Hier gaat dit. Nou, kijk er even. De klok. Hoe weet je hoe oud dat is? Maar dat is vrij oud. Van mooi staal of koper. Het wordt het regelmatig onderhouden. Hij draait ook. Ja, natuurlijk. Oh, schrik me. Als de klok slaat, schrik je helemaal. Ach, joh. Hallo wel. Ja, bang. Ja, we moeten nog 1 etage hoger. Ja. Bovenin zit nog een nest. En ook helemaal bovenin het urenwerk. Maar eigenlijk zou de klok een keer bijgesteld moeten worden, maar we kunnen er niet bij. Hij loopt niet helemaal synchroon. Oh. Dus aan de ene kant is het 5 over 11? Het westen is 3 of 4 minuten vroeger of later dan aan de andere kant. Maar ja, dat is nog een lastige opgave. Maar het is ook echt heel oud, die klok ook. Je hebt nog een leuk uitzicht zo. Ja. Hé, hey, wat staat daar nou in die muur? Nee, is het nou een cijfer of? Dat is niet wel voor me, ik zit er al lang in. Ik denk... En de steen gehakt, zie je daar? D, bruin, ik denk... Ja. Ja, dat is de timmerman geweest die meegewerkt heeft om deze toren te bouwen. Oh. Ja. Maar hoe oud is deze toren dan? 1913 is die gebouwd. Oh, dat is niet zo. Bijna 100 jaar. Oh, we hebben weer een feestje te vieren. 1813, 1913 was dus het 100 jaar oud van het Koninkrijk der Nederlanden. En op Barbot Zwaarder, waar later Van Duinhout zat, we nou timmerbedrijf Fabriek Verwijen zit. Ja. Daar had je een steenfabriek. En meneer Mijnlief, die trad nogal graag op de voorgrond en die was nog wel een beetje dominant. Gewichtig. En die gaf dus aan op een gegeven moment, het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, dan moeten wij een monument gaan maken. Ik heb in gedachten dat er een toren gebouwd gaat worden. Nou, die mensen hier waren ook niet gek. Nou, joh, als je dat nou zo graag wil, als jij de stenen levert, dan zorgen wij die toren te komen. En zo is het gegaan. Hier in de steen staat het ook nog. En toen is er een toren gebouwd. En toen waren ze 1 meter of 3, 4 hoog. En de bruin die zijn naam dan hierin staat, die kwam 's morgens om gauw weer gaan beginnen. En toen begon het toren. Nou, ze hebben vele graden uit het lood. En wat was er aan de hand? Aan de voorkant was die niet onderheid en gebouwd op een oude wagensloot. En het was gewoon op een gegeven moment werd het te zwaar. Oeh. En hij zakte erbij. Ja, dan hebben ze hem helemaal op moeten krikken. En wel een fundering eronder, is allemaal goed gekomen. Maar hij ging helemaal scheef. En hij gaat nog steeds scheef, want het is heel frappant. De toren en de kerk horen helemaal niet bij elkaar, maar ze groeien naar elkaar toe. Want de toren buigt door naar het oosten en de gevel van de kerk naar het westen. Oh. En als je ziet die windwijzer erop, het lijkt me echt zo'n gevalletje. En een paar jaar geleden is hij er afgeweest, was hij met een storm beschadigd. Maar dat is echt nog zo'n joekel hoor.